ben Esther Benning. Ik woon hier aan het Kampervoelieplein. En al niet zo heel lang geleden was dit gebeuren hier heel erg vies met hondenpoep. En ongeveer rond de tijd dat ik ook een kindje kreeg, begonnen ze hier een speeltuin te maken. En toen dachten wij van, goh, wat zou het geweldig zijn als die speeltuin ook gewoon heel lang mooi blijft en niet heel snel weer een hondenpoepveldje wordt. Dus wat we hebben gedaan, een idee ingeleverd of wij niet deze speeltuin konden adopteren. En de gemeente vond het eigenlijk direct een goed idee. We hebben materialen gekregen, bijvoorbeeld deze handschoenen, maar ook de vuilniszak en een knijper, waarmee we gewoon af en toe de gemeente kunnen helpen om de speeltuin schoon te houden.